Matties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en ik ben onderweg naar Sergio. Oké, dus dit is het geval. Sergio die heeft er nogal een handje van om zijn portemonnee niet mee te nemen. Nou heb ik al 100 keer gezegd dat hij gewoon altijd zijn portemonnee moet meenemen. Want ja, wat nou als je ineens zonder benzine staat? Wat nou als je geen geld op je rekening hebt, maar je ook bijvoorbeeld je pas niet mee hebt genomen? Hoe kan ik je dan helpen? Nou, het was dus gewoon een matter of time dat dit zou gebeuren. Dus hij was onderweg van zijn werk, niet zoveel benzine meer en onverwachts komt hij in de file. En dat is kloten voor je benzine. Dus, nou, mommy to be to the rescue. Dus hopelijk heeft hij het net tot aan de benzinepomp gehaald. En ik ga nu naar hem toe om zijn portemonnee te brengen. Mannen. Who is always right? Huh? Who is always right? Ja, maar ik ga er toch niet vanuit dat er op zaterdag zo'n dikke file staat. Maar hoe vaak heb ik gezegd dat je gewoon je portemonnee mee moet nemen, ongeacht? Ja, nee, maar dit, hij zat niet in de jas van gisteravond natuurlijk. Nee, want gisteravond had je hem ook niet mee. Was je hem ook vergeten? Maar toen lag hij nog wel op dezelfde plek als gisteravond. Ja. Ergste liegen is het liegen tegen jezelf. Hè? Ik lieg niet. Ik lag er op dezelfde plek als gisteravond. Ja. Ik had gewoon een kwart tank. En nogmaals, ik ga er niet uit van file op zaterdag. Je doet het toch ook nooit expres? Hoeft toch ook niet jouw schuld te zijn? Nee. Nou, dan kan ik me ook tanken. Heb je microfoon doet het dan? Ja, jong, de doet het. Oké, ouderwets. Yes!
ga zelf altijd kijken. Maar, ik ken dat niet zowel trouwens die voor de 40 ben, want zo snel is het. Hij neemt echt letterlijk. Lieve dokter, gefeliciteerd. Wat zullen de kinderen blij zijn? Laat me morgen even vertellen dat we op YouTube zitten, of dat zijn de kinderen weer blij. Want dat ik niet helemaal uit de hoofd, maar het lijkt me wel mooi om dit te doen. Quando torno il giorno se ne va.